Meteorologen verwachten een strenge winter met veel sneeuw. Apeldoorn is dit jaar goed voorbereid, want straks ligt er 2,5 miljoen kilo zout in de loodsen. Dat is 25% meer zout dan vorig jaar is ingekocht. Nog nooit werd er in Apeldoorn zoveel zout op de wegen gestrooid als afgelopen winter. Omdat dit jaar weer een strenge winter wordt verwacht, heeft Apeldoorn de zoutschuren al vol liggen. Deze zoutbergen zijn hard nodig, want meteorologen verwachten dat we een strenge winter krijgen dit jaar. Het zou wel eens een echte Hollandse winter kunnen worden. Apeldoorn is dus goed voorbereid. Ja, dat is zeker nodig. Om een aantal redenen. Eén, als de winter, je weet nooit precies wanneer de winter begint. Twee, als je vroegtijdig voorbereidt, dan kan je ook is het ook goedkoper. Dus als je in de zomer het zout inkoopt, dan is dat gewoon ook kostenefficiënter. Door de strenge vorst en het strooien van zout vorig jaar hebben de Apeldoornse wegen forse schade geleden. Meer dan 20 mensen reden dagelijks rond om de schade aan de wegen in kaart te brengen en te repareren. De kosten voor de gladheidsbestrijding waren vorig jaar 7 ton. En de reparaties van de wegen liepen in totaal op tot bijna 5 miljoen euro. Ja, dat geld is altijd schaars. Dus hoe meer extra schade je hebt, des te groter is je probleem. Het grote probleem is dat door die strenge winters de onderhoudsachterstand die er sowieso al is, sneller verslechtert. Dan worden die schades ook hoger en dat geld, die geldvraag, de noodzaak om te investeren, die neemt toe. Dus ja, natuurlijk levert dat een financieel probleem op. De burgemeester en zijn wethouders vragen aan de gemeenteraad om extra geld voor het herstel van de wegen in de begroting van 2011 tot 2014.